LVV-minister Pralaat Siewdien vindt dat de melkveesector bezig is dood te bloeden. Dat zei hij gisteren tijdens het presidentiële bezoek aan het district Wanica. Hij wijst erop dat de afgelopen 3 jaar de levering van melk aan de melkcentrale is gehalveerd. De bewindsman zegt dat jongeren niet gemotiveerd zijn om melkveeboer te worden. Deze sector biedt namelijk weinig vrije tijd en de opkoopprijs van melk is niet aantrekkelijk. Volgens Siewdien moeten er drastische veranderingen komen. Daarom heeft hij gewerkt aan prijscompensatie. Ik kijk even terug. Ik heb in de statistieken gekeken. En dan ga ik terug naar het jaar 2003, 2004. Toen kostte een liter melk, verse melk, rauwmelk, afboerderij, 2 SAD 25 cent. Maar de US dollarkoers was toen ook 2,80. Omgerekend kom je op 80 US cent per liter rauwmelk afboerderij. En diezelfde statistieken laten zien dat de productie van melk, de melkleverantie aan de melkcentrale, ging bijna exponentieel omhoog. Dat geeft al aan van waar je moet zoeken qua oplossing. We hebben gezeten, ik heb met mijn staf gezeten, en naar de totale situatie van de melkveehouderij. In het kader van de implicatie heb ik gezeten met de vertegenwoordigers van de melkproducenten. En we hebben toen, in het kader van die unificatie, hun compensatie gegeven van 1 SAD per liter rauwmelk. Per 1 oktober jongstleden. Minister Siewdien begrijpt dat deze compensatie niet genoeg is om de boeren te stimuleren. Volgens hem is dat de reden dat de boeren overgaan tot andere praktijken. Wat je in het veld ziet gebeuren, is dat geruisloos de melkboeren hun vrouwelijke koeien aan het insemineren zijn met sperma van dieren, laat me zeggen, vleesdieren. Geen melkkoeien, maar vleeskoeien. Slachtvee. Omdat zij al zien aankomen dat ze geen bedrijfsopvolging zullen hebben. En slachtvee, om dat te managen, is vele keren makkelijker dan melk. En de verplichtingen die je hebt bij melkvee. Dat zie je gebeuren. Genoeg voorbeelden hier in de buurt. Er moet een halt toegeroepen worden daaraan. Minister Pralaat Siewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij. Hij sprak gisteren tijdens het bezoek aan Wanica. De presidentiële delegatie heeft reeds 7 districten bezocht.